Goedemorgen. Goedemorgen. Wij zijn onderweg naar het Radboud. En Jordi zit er lekker comfortabel bij. Ja, we gaan afwachten wat ze in het Radboud zeggen. En dan daarna ga jij met de buurman de kuil doen, hè? Ja. Dan gaat die rioleringman speulen. Dus dat. Wij gaan even verder rijden. Ja, kijk wel even wat ik in het ziekenhuis kan filmen. Hallo. Oh, sorry hoor. Yippie! Nee, ik moet vasthouden. Wij hebben net alle afspraken gehad. En het blijkt dat Jordi nog steeds niet heel goed hoort. Daarom heeft hij ook weer zijn baha op. Ze hebben hem ook wat zachter gezet op verzoek van ons. En het lijkt dat hij nu hem ook beter accepteert. Maar ze gaan nog wel een BERA-onderzoek doen. Dat is een onderzoek waarbij hij moet slapen. En dan krijgt hij van tevoren een fles en dan een middagdutje. En dan in dat middagdutje dan gaan ze testen. En dat gaat waarschijnlijk in de vakantie van Niels gebeuren. En als het goed is, hoort hij nu weer beter. Toch? Ja. Wat vond jij ervan? Ja, het is apart, want wij dachten dat er echt iets aan de hand was met die BERA. Of dat hij beter hoorde, maar... Het blijkt dus helemaal niet zo te zijn. Nee. Dus, jullie gaan Jordi weer vaker zien met zijn baha op. Ja, hij heeft er nou een week of zes niet op gehad volgens mij. Nee, ja, zoiets vanaf dat hij zijn buisjes heeft gehad. Hè? Maar goed, wij gaan naar huis rijden. En Niels die gaat dan rioolmonteur spelen. En de heren zijn hier druk bezig. Dimitri en Piotr. Buurman en buurman. Ik geef me Jordi dus naar de stad even gympen halen voor het feest van de buurman dus. En dan, wacht, ze zijn nog aan het roepen. Wat heb je nog allemaal te vertellen? Ik zeg, je hebt luxe paden en werkpaden. Dat is maar wat jij als werkpaard ziet. Misschien zie ik mezelf ook wel werken. Aanpassen toen wij sixpack hebben, toch? Kun je gewoon ja. Aanpassen toch in de. Ja, dat zou ook best kunnen, maar dat doe ik niet. Hoeft niet, hè? Adonis. Nou, werk ze, heren. Ik ben weer thuis en ik heb schoenen gevonden. Mooie witte schoenen. Kan ik ze iedere keer als ik een feestje heb en een jurkje aan wil, kan ik die aandoen. En ik heb Jeruzalem Nike's gevonden. De mannen zijn even een ijsje aan het eten. Cheers. De buurvrouw die vroeg of ze een ijsje wilde. Ja, ik zie het. Niels heeft een gat in zijn broek, maar dat maakt niet uit. Beter als andersom. Ben je er ook op? Ja, zeker. Bukken dan. Nee, de buurvrouw wilde niet op, want ze heeft haar trouwkapsel al en dat mag nog niemand zien. Dat is nog verboden. De vlog komt eerder online als dat hun gaat trouwen, dus ja. Dus dat mag nog niet. Nou, ik neem aan dat ze zo niet gaat trouwen. Dus. Nee, maar het is wel ongeveer het kapsel wat ze gaat krijgen. Dus maar goed, ze gaan hier even pauze houden. Nou, ze zijn nog steeds druk bezig. Maar ze zijn het al aan het dichtgraven. Dus ik heb goede hoop. We hebben goede dorst. Ja? Maar ik kan nog geen drinken pakken voor jullie. Harde werkers. Ja, nou raak je misschien nog wel een paar kilo kwijt voor je trouw, jongen. Ja. Ja, of mijn pak moet aangepast worden. Dat ik niet gewend ben. Nee, toch, zo erg zal het toch niet zijn. Oh, no. Anders dan kom je de komende paar dagen maar eten. Dan zorg ik dat je wel vet voedsel krijgt. Dan kan Anne gewoon lekker gezond eten. En dan, vandaag zijn we al een paar kilo afgevallen aan vocht. Of niet? Dan moeten we daar even bij drinken. Goed aanvullen weer vocht. Ja. Jordi ligt al op bed en die heb ik in slaap gekregen. Het duurde wel eventjes en het kostte wat moeite, maar het is gelukt. Goedemorgen. Wij hebben net eventjes gewogen, zodat we zeker het gewicht voor de operatie weten. We gaan nu naar de winkel. En dan gaan we weer naar huis. Het riool is nog steeds niet klaar. Maar dan gaan ze straks weer mee verder en morgen.
Jordi is een beetje moe. Ja. Hij heeft slecht geslapen vannacht. Ik denk ook door de warmte. Dus we gaan maar gauw weer aanlopen. En naar de winkel. Wij zijn inmiddels weer thuis. Ik denk dat Jordi de behoefte heeft om de boel hier af te breken. Hij heeft dit ding net helemaal omgetrokken. Kun je het allemaal vinden? Wat je zocht? Ik had verse aardbeidjes met een perzik, meen ik. Verse perzik meegebracht. Ga ik hem even fruitje geven. En dan gaan we wel weer zien wat onze dag was. Zo. Geknuffeld, gespeeld, gekroeld. Fruithapje op. Nu een flesje. En zo dadelijk lekker slaapje doen. En dan kan ik hier even aan de gang. Ik had trouwens Jordi gewogen. En gemeten. Hij weegt nu 10 kilo. 10 kilo 860 gram. Bijna 11 kilo. Yes, yes, yes. En qua lengte is hij nou 80 centimeter. Omdat hij dus down heeft, heeft hij een eigen downcurve. En daar zit hij eigenlijk overal op het gemiddelde. Dus hoofdje, gewicht, lengte. Dus hij doet het supergoed. Ga je nou kijken naar de curve van een kindje die geen down heeft. Dus geen, geen mankementjes, gewoon een gemiddeld kind. Dan zit hij wel overal wat lager. Dus dan zit hij onder de nullijn. Dus min 1. Soms zelfs nog lager. Want zijn hoofdje is kleiner dan dat van een gemiddeld kind. Maar gelukkig hoeven we daar niet naar te kijken. Gelukkig heeft hij gewoon een downcurve. En is hij er gewoon in Nederland. En is hij specifiek aan downkindjes gericht. En zit hij daar helemaal mee op het gemiddelde. Dus ik heb gelukkig een gemiddeld kind wat dat betreft. Volgens mij slaapt hij al bijna. En dan ga ik even zelf wat eten. En even hier aan de gang. Want het is naar de zandbak hier binnen. Dus moet het wel eventjes bijhouden. Wat dat betreft is het wel zo dat nu Chico er niet meer is. Er minder haren zijn. Maar dat neemt niet weg dat ik mijn hond niet mis. Ik mis hem echt oprecht. Gisteravond ook. Gisteravond had ik echt zoiets van dit komt niet meer goed. In de tuin. Maar gelukkig hebben we genoeg hulp. De buurman, Roel. Die helpen ons super goed. Ik ben ook echt heel blij met hun. Maar ik zag het gisteravond even niet meer zitten. En volgens mij heb ik ook de vlog niet afgesloten gisteravond. Ik was ook heel moe en normaal met deze dagen, zeg maar, stel dat ik er dan doorheen zat, dan had ik Chico om mee te knuffelen. Maakte dat alles weer een beetje beter. Dat klinkt heel gek, maar zo is het gewoon. Er is er een wakker, hoera, hoera, dat kun je wel zien, dat is Jordi. Hij heeft lang geslapen. Hij heeft dik 3,5 uur geslapen. Je zal nou wel dorst en honger hebben, hè vriend? Jordi en ik hebben allebei hetzelfde trekje. Wij doen namelijk allebei. Dat? Vindt zijn vader niet altijd even grappig. Als wij vinden dat hij gek doet, dan gaat het... het zo. Zoals hij dus nou kijkt. Zal mama je soepie warm gaan maken? En ik soepie eten. Onze redder in nood is aan het helpen. Jordi heeft al gegeten, Niels heeft al gegeten, ik heb al gegeten. Ik krijg niks. Nee, je hebt thuis al gegeten. Niet met zijn gezicht op de camera, maar wel antwoord geven. Hè? Nee, maar we zijn hartstikke blij dat hij ons komt helpen. Alles ligt nou goed vast. En als goed kunnen we morgen, of kunnen jullie, jij en Bas, kunnen het morgen dichtmaken. Ja, ik ga het zand wel een beetje inscheppen daar. Oké. Ik ben een stuk gerustgestelder dan jij. Ja, want ik moet nog allemaal dichtmaken. Ja, maar het gaat erom dat het allemaal goed doorloopt. Daar gaat het om.
Nou, dat deed het al. Doe goed. Maar ja, ik ga straks met Jordi nog even spelen. En dan kan hij ook weer naar zijn nest. Als ik me niet vergis, was Bomba dit. Bomba Baloo. Moet je hem vastpakken, hè? Vastpakken? Goed zo! Lekker knuffelen! Oh, lekker Bomba knuffelen! Goed gedaan! Goed zo! Samen doen dan. Boom! Jordi heeft zojuist een flesje gehad. Ja. En dan gaat Tak slapen. Ja, zeg maar. Jij gaat zo slapen. Ja. Zeg maar wel rust allemaal. Jordi die slaapt inmiddels al een paar uurtjes. Het duurde even voordat ik hem in slaap had. Maar toen de waaier eenmaal op zijn gezicht kwam, toen was het prima. Hij houdt niet zo van warm. Nee, en hij vindt het ook heel lekker om een briesje in zijn gezicht te hebben. Maar raam openzetten, dan hoort hij weer iets langs rijden en dan is hij weer wakker. Dus ja, we moeten het op de een of andere manier oplossen. Hmm. Ik ben daarna ben ik hier aan de gang gegaan, opgeruimd, gestofzuigd, gedweld. Ik ben gaan editen. Jij bent ook de hele avond bezig geweest. Ja. Je bent aan het klussen en alles geweest. Bij deze gaan we zo naar bed. Ik ga even douchen. Je hebt net al gedoucht. En we sluiten deze ups en downs af, denk ik, of niet? Ja. Wat wil je nog zeggen? Ik wou zeggen, het is mooi geweest voor vandaag. Ja, het is perfect geweest voor vandaag. Morgen ga jij de kuil en alles met Bas doen, als het goed is. Deze ups en downs gaan we afsluiten. Abonneer, reageer. Het is allemaal gezellig hier bij de ups en downs familie. En ja, welterusten. En tot de volgende keer. En tot de volgende ups en downs.